Strafverhaal van Tessie. Tessie, goedemorgen. Tessie uit Itegem. Goedemorgen. Tessie, moet je eerst even terug naar het televisieprogramma Make Belgium Great Again. Dat programma heeft jou aangespoord om iets te doen. Vertel eens, wat heb jij gedaan? Ja, inderdaad. We deden daar een oproep om massaal, we konden massaal een reanimatiecursus gaan volgen. En ik dacht, ja, dit is het moment, dat wil ik al zo graag doen. En dan ben ik me direct ingeschreven en samen met mijn moeder zijn we die reanimatiecursus dan ook gaan volgen. Ja, tof, allemaal goed en wel. Wat is er nu net gebeurd, Tessie? Wel, het meest onverwachte, want je denkt nooit dat je dat thuis zou moeten toepassen. Of bij je eigen familie of bij je eigen vader. Maar op 7 maart heeft mijn vader plots thuis heel onverwacht een hartstilstand gekregen. En ja, we zagen direct, dit is niet oké. Zoals hij eruit ziet, we moeten hier direct beginnen reanimeren. En dankzij die cursus hebben we ook direct de reactie gehad, ik en mijn moeder, om direct hartmassage toe te passen. Je hebt dat gedaan omdat je dat geleerd had, meteen bij je eigen vader. Amai. Ja, absoluut. Ja, dat was eigenlijk zonder nadenken. Want hadden die cursus niet gevolgd, dan weet je niet direct, wat moet ik hier doen. Ook al krijg je begeleiding van de noodcentrale. Maar ja, dat was direct zonder nadenken dat we allebei hem van de zetel gefleurd hebben en beginnen reanimeren zijn. Want hij ademde echt niet meer. Hij was echt al weg. Hij ademde niet meer. En toen? Wat, en toen? Ja, dan ben ik begonnen met de reanimatie omdat ik in de beste positie zat eerst. En dan zei hij van de noodcentrale na enkele minuten kan je er iemand anders in de buurt die kan overnemen? Want dat is echt iets heel intens. Een hartmassage doen. Het is iets simpel, maar wel intens. Dan heeft mijn moeder overgenomen. En toen ik de reanimatie aan het doen was, zag ik al van zijn kleur is terug aan het veranderen. Wat? Maar hij ademde nog steeds niet. Sessie, Matessie. Ja. Oh my god, ja? En dan was mijn moeder bezig en ik zei tegen haar van ja, je bent dat echt heel goed aan het doen. Want je moet echt heel diep genoeg kunnen drukken op de borstkas om de hartmassage op een correcte manier uit te voeren. En dan zagen we ineens terug, hij ademt, dan zei hij van de noodcentrale, kijk nog eens naar zijn borstkas. En dan zagen we, die borstkas beweegt, hij ademt terug. Oh my god. Ja, maar we zijn blijven dood, want hij was nog steeds niet bij bewustzijn, maar in ieder geval ademde hij al terug. En toen is het uiteindelijk helemaal goed gekomen met je vader. Ja, wonder boven wonder. De huisarts is er binnengelopen, die heeft de hartmassage overgepakt. Er is een heel team van hulpverleners, van 15 man, van MUG en al die drie kwartier met hem nog bezig geweest zijn. En die zijn in kunstmatige coma gelegd. We wisten nog niet hoe hij wakker zou worden, hoe zijn neurologische functies zouden zijn. Maar ja, de morgen nadien zagen we, hij was al wakker, hij was al zelfstandig aan het ademen en hij herkende ons direct. Mm. Dus dat was voor ons al wauw. Tessie, je hebt je eigen vader gered, Tessie. Ja, dat is ongelooflijk. Dat is eigenlijk nog onrealistisch. En nu, zowel voor mij als voor mijn moeder. En nu gaat alles goed met je vader, alles weer in orde? Zelfs na een week mag hij het ziekenhuis al verlaten. Er is een defibrillator geplaatst. Amai. Voor de zekerheid, maar hij heeft er niks aan overgehouden. Dat is echt. Ik heb het gevoel dat we allemaal een reanimatiecursus moeten gaan volgen. Ergens zo snel mogelijk. Kom wat berichtjes binnen. Dana stuurt dat ook. Top. Iedereen zou dat moeten doen. En Goedele is echt super knap gedaan van Tessie en haar mama. Respect. Iedereen zou dat inderdaad moeten doen. Veel respect, Tessie. Absoluut voor jou. Want je moet het durven natuurlijk ook. Hè. Je moet zelfvertrouwen hebben van ik kan dit hier. Tessie, wat een verhaal. Heel veel groetjes aan je mama en aan je papa. Dat zal ik zeker doen. En proficiat, denk ik dat ik moet zeggen. Ja. Wauw, veel respect, echt waar. En bij deze de oproep aan iedereen. Doe dat. Volg zo'n reanimatie. Ik ga het ook doen, denk ik. Echt fantastisch. Tessie, dat is echt superbelangrijk. Dank je wel om het te vertellen op de radio, Tessie. En groeten aan iedereen. Dank je. Dag. Oké, dank je wel.